als normale burger moeten we wel ons afvragen hoe Suriname zo ver kan komen om dat te zeggen. Ik denk dat heel veel mensen eerst dachten dat het fake news moest zijn dat die uitspraak gedaan was. Omdat het heeft zowel nationaal als internationaal is het niet gezond voor ons land. Internationaal is het in strijd met de international law, zoals men dat zegt, internationale wet. Bij de UN, bij de VN zijn verschillende resoluties aangenomen wat dit betreft. Al in 1947 werd bepaald in de UN dat de stad Jeruzalem zou zijn wat men noemt een corpus separatum. Dat betekent, het is een apart lichaam, een stad die niet, die niet een stad is als gewoon. Het valt onder het bestuur van de VN, daaronder zou het vallen, dat was het plan. Het moet onder het bestuur van de VN vallen. En uiteindelijk kwam er een idee bij later dat het de hoofdstad zou zijn van twee staten, de Palestijnse staat en de Israëlische staat. Maar om dat vast te stellen is er een overeenkomst tussen beide landen nodig. En de VN moet daarbij ook betrokken zijn, omdat het zo belangrijk is. Met andere woorden, in de VN zijn een heleboel resoluties aangenomen vanaf 1947 tot aan heel recent. Waarbij we kunnen ook denken aan de Oslo Agreement van 1993-1995. Jeruzalem is in het centrum van het conflict tussen Israël en de Arabische wereld. En vandaar dus dat Israël niet bevoegd is om zelf te bepalen dat Jeruzalem haar hoofdstad is. Israël heeft dat natuurlijk wel gewoon gedaan, maar dat maakt het toch niet wettig. En landen die dan meegaan daarin en hun ambassades in Jeruzalem plaatsen. Want je moet weten, de meeste ambassades staan in Tel Aviv. Er zijn 3 of 4 ambassades in Jeruzalem gevestigd. Maar de rest staat allemaal in Tel Aviv. Omdat men wegblijft van dat internationaal conflict. En geen olie op het vuur wil gooien. 1. 2, men wil niet bijdragen aan het creëren van een groter onevenwichtigheid. Omdat er eerst vredesbesprekingen moeten zijn die slagen, waarbij Jeruzalem conform een overeenkomst dan verdeeld wordt tussen Israël en Palestina, om het zo te zeggen, de Palestijnse staat. Want je moet weten, in Jeruzalem er is ook, Israël geldt ook als de bezetter. Het oostelijk deel van Jeruzalem is een bezet gebied. Dat heeft Israël bezet, enige jaren terug. En vandaar dat Jeruzalem zo gevoelig ligt. Het is dus daarom ook beschermd vanuit de VN. Als wat ik je eerder zei, een corpus separatum. Waardoor dus nog Israël, nog de Palestijnse staat kunnen op zichzelf beslissen dat ze beginnen daar als hun hoofdstad te gebruiken. En landen die daarin meegaan, die gaan mee in de onwettigheid. Dus het is een onwettige handeling wanneer Suriname zegt dat ze daar een ambassade gaat plaatsen. Want het is het legaliseren van een onwettige handeling door Israël. En dat houdt het nog steeds onwettig. En bovendien, het ergste in deze kwestie is, of nou een van de ergere dingen, is dat er recentelijk in de algemene vergadering van de VN een resolutie is aangenomen. Resolutie ES10L22, waarin dit nogmaals benadrukt is. En Suriname heeft voorgestemd voor die resolutie. Dus Suriname heeft zelf ervoor gestemd dat dit handelen niet correct is. Bovendien zijn we ook deelgenoot in andere internationale verdragen, onder andere met de OIC. En is dit ook in strijd met hetgeen we ons hebben gecommitteerd bij de OIC. Dus dat is alleen al op het internationaal niveau. Maar creëren we een imago van onszelf, van een land die lak heeft aan international law. En die niet meer bijdraagt dus aan de internationale vrede en harmonie. Want deze handeling draagt daar zeker niet aan bij. En we zouden als land juist het pad moeten bewandelen van dat we zoveel mogelijk vrienden willen hebben. We zijn geen als te groot land, geen als te grote onafhankelijke staat. Dus we zouden net als landen zoals Singapore, et cetera, de policy moeten hebben in ons buitenlands beleid. Dat we zoveel mogelijk vrienden op de wereld willen hebben. Maar met deze handeling beginnen we ons te plaatsen en te isoleren binnen een bepaalde groep die de internationale wet, vooral ten aanzien van deze brandhaard in de wereld, aan haar laars lapt. Dat is één ding. En daarnaast
bekruipt het idee, heel wat mensen, dat Suriname eigenlijk in haar buitenlands beleid geen principes meer heeft. Geen ideologie meer heeft. En dat in feite, wie ons het meest betaalt, die krijgt onze stem. Dus dat klinkt heel, net zo slecht als het is. Ja. Want de consequenties daarvan zijn voor ons. Want we plaatsen ons in een brandhaard. We stellen ons land dus ook, hoe noem je dat, zeg maar, beschikbaar als een locatie waar dit internationaal conflict uitgevochten kan worden. Ja. Dat we maken ons deel daarvan. Mevrouw Angelique, we houden dit punt heel even vast. Eerder heeft de minister aangegeven dat we eigenlijk niet emotioneel deze zaak moeten behandelen. Maar we moeten het vanuit een ander perspectief bekijken. Zijn we als Surinamers niet te emotioneel? Benaderen we deze zaak niet te emotioneel? Nee, absoluut niet. Wetgeving heeft niet met emoties te maken. Wetgeving heeft te maken met orde in de samenleving, orde in de wereld. Het heeft te maken met recht en rechtvaardigheid. Toch? Dus ik zeg, we moeten met gezond verstand bezig zijn. En op dit moment lijkt dit mij alsof het gezond verstand op de vlucht is. Toch? Emoties zijn hier absoluut niet aan de orde. Toch? We zitten niet te huilen om zaken, et cetera. We praten hier over feiten. De feitelijkheden in de wereld. De orde in de wereld. De behoefte aan vrede en harmonie. En de rol die Suriname zichzelf ook al in haar grondwet toebedeelt om bij te dragen aan die wereldvrede. We handelen in strijd met al deze zaken. En dat zijn pure feiten. En daar is geen enkel excuus voor. Ja, bovendien besoedelen we ons imago in het buitenland op deze manier. Misschien. En dan heb ik nog niet over nationaal gesproken. Ja, straks komen we op het nationaal gedeelte. Als we kijken naar wat gisteren is aangegeven in het parlement en de vicepresident geeft aan van luister nou, jongens, heel even rustig. Wij hebben gekozen voor een niet-residerende ambassadeur. Niet-residerend houdt in dat de ambassadeur zich niet permanent zal vestigen in Israël, maar dat hij vanuit Suriname zal pendelen enzovoorts. Kunnen we niet stellen dat de minister een beetje, om dat woord voorbarig niet te gebruiken, om zeg maar de plannen met de buitenlandse media te bespreken, alvorens het binnenhuis besproken is geworden. Want als de vicepresident nu aangeeft van nee, de bedoeling is dat we een niet-residerende vestiging, althans ambassadeur hebben, en we hebben niet gesproken over een permanente vestiging in Jeruzalem. Ja, gisteren heb ik het parlement ook gevolgd. En heel opvallend is ook dat de vicepresident heeft aangegeven dat er geen toestemming verleend is, geen afspraak, ook geen fondsen zijn vrijgemaakt om ambassades te bouwen in Israël, als het nou Jeruzalem of Tel Aviv. Ja. Maar het staat in ieder geval niet op de begroting en dat er een niet-residerend ambassadeur is aangewezen. Ja. En dat is in lijn met hetgeen wij als partij ook hebben aanbevolen aan deze regering bij hun aantreden, uitgaande van het feit dat we financieel-economische problemen hebben. We horen elke dag dat die problemen groter zijn dan zelfs deze regering had verwacht. Dan is er geen noodzaak om ambassades te gaan bouwen en het land niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst op te zadelen met vaste onkosten en betalingen in die richting. Dus het is op dat vlak nationaal ook zeer onverantwoord om deze handelingen nu te plegen. Daarnaast, dat stukje van als er een voornemen komt, waar hij het net over had, dat is precies zoals het hoorde te gaan. Als er in de besprekingen iets naar voren komt, dat niet is afgesproken in de regeringskringen, dat nog niet is afgetast met de samenleving hier, dan zou een goed diplomaat naar huis komen en dat alvast binnen kamers bespreken, dan voelingen houden binnen de samenleving om na te gaan als daar inhoud aan gegeven kan worden. Dat is hoe een goed diplomaat dat zou afhandelen. Maar we zien dat het direct in de ether gegooid wordt, als het ware wordt, en in de diplomatie is dit heel gevaarlijk. Er wordt een fait accompli gecreëerd in feite. Want wat nu gaat moeten gebeuren is dat Suriname, als we niet goed aanpakken, we gaan moeten zeggen dat we dat niet doen. Maar daardoor lopen we het risico om op gespannen voet te komen met Israël. Omdat al publiekelijk is kenbaar gemaakt dat we dat gaan doen. En dan krijg je een vorm van gezichtsverlies, niet alleen bij ons,
maar ook bij Israël een storing. Want ze gaan zich afvragen, op wiens woord kan ik dan nog afgaan als de minister van Buitenlandse Zaken zelf komt iets zegt waar de regering niet achter staat en waar de volksvertegenwoordiging niet achter staat. Dus je krijgt dan een probleem, je creëert een probleem in die diplomatieke relatie hierdoor. En het feit dat het zo direct aan de grote klok gehangen is, zonder dat er is afgetast, en ik ga ervan uit dat we te maken hebben met diplomaten in ons, wanneer we praten over de minister, en dat hij weet hoe dat moet, dan het de feit dat dit zo geschied is, wekt dan nogmaals de indruk dat Suriname dit heeft gedaan voor als in ruil voor iets anders. Toch? En die prijs moest direct binnengehaald worden. En dus moest het verhaal direct aan de grote klok gehangen worden. Want dit is niet hoe diplomatie zich gedraagt wanneer het gaat om dit soort zeer gevoelige zaken. En ik ben ervan overtuigd dat Suriname weet hoe gevoelig dit ligt. Ook niet alleen internationaal, maar ook nationaal. Want u ziet nationaal, we hebben een multireligieuze samenleving. We hebben in elk beleid dat we doen, moeten we gebalanceerd bezig zijn. Zodat elke groep zich veilig blijft voelen en gerespecteerd in onze samenleving. En we zien dat hiermee we compleet dat evenwicht kapot slaan. Omdat er mensen in onze samenleving zijn die zich die nou voelen alsof Suriname kant kiest. Kant kiest van een bepaalde groep. En dat is wat wij moeten voor. Daarom gaan we voor die harmonie en vrede in ons internationaal beleid. Omdat wij altijd die middenweg willen lopen, die balans willen behouden met behoud van recht, rechtvaardigheid, democratie, et cetera, mensenrechtenbescherming. En nu lijkt het alsof Suriname kant kiest doordat we zeggen dat we in Jeruzalem een ambassade gaan opzetten. Dit had allemaal voorkomen kunnen worden en daarom is het onvergeeflijk dat dit zo geschied is. Ja, maar de minister van Buitenlandse Zaken mag toch überhaupt aangeven wat de plannen zijn of niet? Nee, dat zou de vicepresident daarvan op de hoogte moeten zijn. Dan zou de volksvertegenwoordiging daarvan op de hoogte moeten zijn. De plannen zijn in de begroting. De president heeft op 1 oktober een begroting gepresenteerd, toch? Daarin zijn toch de voornemens van de regering gezet. Er is ook bij de ondertekening van de coalitie, is er toch ook een groot plan aan ons gepresenteerd van wat hun voornemens zijn. Staat het daar? Het staat nergens daar. Het is nergens daar vastgelegd. De minister van Buitenlandse Zaken kan zaken naar voren brengen wanneer ze al gesanctioneerd zijn in zijn eigen land. En als ik naar de vicepresident luister en we moeten geloven wat de regering ons zegt, dan heeft de regering deze handeling niet gesanctioneerd. Ik geef aan, mevrouw Del Castillo, dat de VN, of althans dat Suriname, tegen de resoluties heeft gehandeld van de VN. Staan er consequenties te wachten, of dan wel sancties te wachten op Suriname? Vanuit de VN, kan dat? Is dat mogelijk? Vanuit de VN... De eerste consequentie is dat men ons zal aanmerken als wat men al een paar keer heeft gedaan en nu wordt het een patroon. Dus men gaat zeggen dat is gewoon Suriname. We zijn een onbetrouwbare natie. We zijn een land dat zich niet onderwerpt aan internationaal recht. En we zijn een land dat bezetting van gebieden goedkeurt. Toch? We zijn een land dat dus de mensenrechten van delen van de wereld ondergeschikt maakt aan anderen hun rechten op basis van hoeveel geld of hoeveel voordeel we daaraan ondervinden. Dat is de status die we gaan verkrijgen als land in de VN. Toch? We versmallen de basis van landen die ons gaan respecteren. En dat heeft consequenties op verschillend vlak. Uiteindelijk, soms zie je de consequenties niet direct. Maar gaandeweg ontdek je het wel dat wanneer jij steun nodig hebt, je die niet gaat krijgen. Toch? Omdat men gaat zeggen, je hebt je in dat kleine groepje geschaard, dat akkoord gaat met zeg maar de bezetting van dat gebied van de Palestijnse staat. Dat, hoe noem je dat, meewerkt aan verzwakking van de positie van vredesbesprekingen over de positie van Jeruzalem. En die zich gewoon niet houdt aan de internationale wet. En wanneer wij nodig gaan hebben dat de regels van internationale wetgeving voor ons gelden, voor ons in stand gehouden worden, gaan die landen dan zeggen waarom wel voor jou en toen niet voor hun. Ja, hoe verder in zo'n case, zeg maar, hoe, hoe,
hoe zouden we sterker eruit moeten komen vanuit, vertrekken vanuit ons buitenlands beleid? De regering moet dit corrigeren. De president moet dit hard corrigeren. En het is een onhoudbare situatie geworden, mijn inziens, voor de minister van Buitenlandse Zaken. Want we hebben HPSG gehad hier, we hebben NV Surfing gehad, toch? En dit is echt, weet je, dit is, net wat ik zeg, de consequenties zijn te groot hiervan. Dit is onvergeeflijk, dit is onhoudbaar. Je kan hiervan niet zeggen, zand erover, we hebben ons vergist. Want wereldwijd, het is wereldnieuws, hè. Wereldnieuws is dit geworden, wat Suriname gedaan heeft. En dus wanneer het gecorrigeerd wordt, zal er een heleboel gezichtsverlies mee gepaard gaan. En ook in de relatie met Israël, toch? Gaan we, op, als we niet oppassen, stress krijgen. Omdat wij hun iemand hebben gestuurd die hun een boodschap heeft gegeven. Die niet gedragen wordt in het land. En dat wordt in de diplomatie niet gewaardeerd. Zouden er in deze harde maatregelen getroffen moeten worden? In feite is er geen andere keus dan dat. Toch, de president moet het corrigeren en hij kan in feite deze minister niet handhaven. Ja, dat kan hij niet. En de minister moet verklaren. In feite had de regering de minister direct moeten terugroepen naar huis. Het is een ernstige, zeer ernstige zaak. Ja. Toch? We hadden hem direct naar huis moeten roepen om te komen verklaren wat daar gebeurd is en wat hij gezegd heeft. We hebben verschillende interviews gehoord. Ik bedoel, ik denk niet dat men manipuleert met de woorden die je hoort in de interviews. Maar je weet het maar nooit. Hij moet het hier komen verklaren wat hij daar precies gezegd heeft. Wat hij heeft afgesproken. En ook met welke bevoegdheid hij dat gedaan heeft. En als hij buiten zijn bevoegdheden heeft gehandeld, dan zijn daar consequenties voor. Toch? We kunnen als samenleving toch niet elke keer ons afvragen wat ons nu overkomt. Als er een buitenlandse reis wordt ondernomen. Dat kunnen we ons niet afvragen. Dat verdienen we niet. Ja. Nee, hartstikke bedankt voor uw bijdrage, mevrouw Del Castillo. We blijven de vingers op de pols houden. Dank u wel. We kijken hoe deze situatie zich verder zal afwikkelen. Ja. Hartstikke bedankt.